Goedemorgen aan alle 470 deelnemers daarbuiten en welkom bij de vierde editie van Boost, alweer live en online vanuit het Letterkabinet in Gent. Het voorbije jaar hielden wij naar goede gewoonte onze vinger aan de pols en hadden wij de dingen die zowat bewegen in onze sector in het oog. Wij brengen vandaag, zoals elke keer, een aantal interessante webinars. En dit jaar draait dat hoofdzakelijk rond 3D en uiteraard Artificial Intelligence. Deze voormiddag steken wij de spits af met een startersessie in 3D, gevolgd door een meer geavanceerde sessie. En sluiten wij af met een boeiend interview met jonggeweld Stijn Orlans. Uiteraard, na de middag dan, het gevreesde AI, of gevreesde moeten we niet zeggen, maar het onvermijdelijke AI-onderwerp komt aan bod met een sessie met Sean en mezelf. We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons. Dus without further ado, zou ik zeggen, laten we starten met de eerste sessie. All right, dat is goed. Right, goed. Voor de eerste sessie hebben we hier, niet voor de eerste keer, Sean Bruinings, onze resident motion designer en ook hevig met 3D aan de slag. En jij gaat de mensen op weg helpen met 3D. Klopt. Sessie 1, wat ga ik nou voornamelijk op focussen? Eigenlijk op Adobe Dimension. Ik weet niet, jij hebt Dimension al eens geopend in het verleden? Ik heb dat al een keer geopend. Al eens een keer. Voor de mensen thuis die dat niet goed weten wat Adobe Dimension is, allereerst wat je moet weten, dat is dat Adobe Dimension perfect gewoon mee in het Creative Suite zit. Dus dat is eigenlijk niet iets waarvoor je moet bijbetalen. Dimension is eigenlijk een heel, ja, hoe moet ik het zeggen, 3D for Dummies een klein beetje, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Waarbij dat ze echt, ja, Adobe neemt echt bij je polken, als het ware. En echt, je gaat heel gemakkelijk alle dingen kunnen gaan vinden. Eens dat je gaat doorgroeien naar betere 3D, tussen aanhalingstekens, dan zit het een pak complexer. Dan zit je aan het kijken naar Cinema 4D, Blender, Houdini eventueel, 3D Studio Max. Dat zijn veel, ja, veel ingekolderde programma's waar dat je wel wat technische bagage voor nodig hebt. Nu, dat was even gewoon dat je weet waar dat Dimension staat tegenover de rest van de professionele, tussen aanhalingstekens, 3D. Dus vandaar ga ik dat gewoon eens even laten zien. Alright. Ik ga om te beginnen eens even hier Adobe Dimension openen. Waarvoor is dat in C gemaakt? Mockups, die dergelijke dingen. Kun je daar eigenlijk heel gemakkelijk mee gaan opmaken. Dus je kunt dat ook heel hard gaan manipuleren totdat je wel heel wat andere dingen gaat krijgen. Wat ga je eruit krijgen als output? Bijna altijd een still image. Een PSD, een PNG, een JPEG-ske. Een stilstaande afbeelding. Gaat je dat kunnen gaan animeren binnen in Dimension? Nee. Maar in sessie 2 ga ik jullie wel uitleggen hoe je dat alsnog wel gaat kunnen gaan animeren. Dus dat is heel interessant. We gaan gewoon beginnen bij het begin. Adobe Dimension. De allereerste knop, Create New. Dat lijkt mij hetgeen te zijn wat we momenteel nodig hebben. Ja, dat lijkt mij redelijk gemakkelijk. Hè? Goed. Dit is dus het algemene venster van Adobe Dimension. Eerste stap, altijd even rap 7. Ik kan nooit typen wanneer het op een livestream is, blijkbaar. Boost 24. Niet alleen tijdens een livestream. Ik zou misschien wel eens een keer Dactylo kunnen volgen, maar dat regelen we. Dan later wel eens een keer. Omwille van het feit dat we werken met 3D, gaan we eigenlijk merken, hetgeen dat we gewoon zien in Illustrator, Photoshop, dingen gaan van links naar rechts en boven naar onder. Wanneer je natuurlijk in 3D werkt, dan zit je ook nog met een extra as dat erbij komt. Uw zogenaamde Z-as. Eigenlijk de diepte. De andere is X-as, de andere is uw Y-as natuurlijk. Die kennen we allemaal al origineel gezien. Omdat we ook gaan werken met 3D, hebben we ook net een iets andere navigatie nodig, als het ware. Dus dat is om vlot te kunnen werken in 3D, ten alle tijde helpt het u als je gewoon goed kunt navigeren binnen in uw file. Ja. Nu, navigeren binnen uw file is eigenlijk redelijk gemakkelijk. Uw rechtermuisklik en dan ga je gewoon kunnen gaan roteren rondom een punt. Dus hè, dat is al een belangrijkste. En als je je spatiebalk induwt en rechtermuisklik, dan gaat je zo gezegd je camera kunnen pannen. Ja, klopt. Vroeger deed je dat altijd met zo de 1, 2 en de 3 knop. Eigenlijk is het veel gemakkelijker met de spatiebalk en de rechtermuisklik. Ja. Als je zou scrollen, dan gaat je gewoon gaan in- en uitzoomen. Okay. Redelijk basic eigenlijk. Nu, ik heb daarnet al gezegd, wat is Dimension eigenlijk? De 3D for Dummies. Dus er zitten ook al redelijk wat basic shapes en modellen in.
die dat standaard gewoon worden meegeleverd. Easy one. Klik even hier, klikken op de cube. Als je deze opties allemaal niet zou hebben, kun je dat hier links, kan dat zijn dat dat property paneel zogezegd uitstaat. Dus ik heb hier nu een kubus. Er is niks waanzinnig spannend aan, maar ik kan hier wel nu gaan inzoomen op mijn scène. Dus ik heb hier mijn environment camera, van ik zelfs op teruggekomen, maar hier gewoon mijn objecten. Als ik hier nu meerdere objecten ga invoegen, komen die allemaal als een lijstje onder elkaar. Een soort van layerspaneel eigenlijk. Een soort van layerspaneel. Wat werkt er niet natuurlijk in 3D? Layers. Hè. Een layer specifieert eigenlijk dat dat iets anders zou kunnen bedekken. Hier is puur door de X, Y en Z coördinaten. Al deze objecten die er hierin staan, zijn zogezegd parametrische objecten. Je kent dat misschien vanuit Illustrator. Je kunt gewoon een rechthoek tekenen en dan heb je de width en de height, zogezegd. Zijn er mee? Dit is eigenlijk zowat hetzelfde. En als ik hier nu een cube heb gemaakt, dan ga ik hier van onder, ga ik alle parametrische eigenschappen van die laag kunnen gaan bekijken. Dus ik zou hier bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik weet niet, ik maak er nu een tafel van, ik zeg niet meer iets, een tafel van 2 meter lang, dus dat is al pittig groot. En de hoogte mag, zullen we zeggen, wat is dat, 5 centimeter of zo? Ongeveer. En de diepte, hoe diep is dat meestal? 60 tot 80 centimeter? 80. Dat was 90, ja. 80. Je hebt een diepe bureau thuis, of niet? Maar bon. Je moet wel de stand van je scherm hebben. Ja, dat is misschien ook wel. Ja, dat is misschien ermee dat ik een bril nodig heb. Goed. Ik selecteer nu die kubus en ik heb er net al gezegd, hoe sneller en efficiënter dat je kunt navigeren in 3D, hoe gemakkelijker dat je leven wordt. Ik kan hier beginnen gaan uitzoomen en al die dergelijke dingen, maar een shortcut dat ik eigenlijk veel liever heb dat je gebruikt, is gewoon de letter F. Je selecteert gewoon je object, letterlijke F van frame, onthoud ik het gewoon eigenlijk. En je selectie die dat je dan hebt gemaakt, die gaat dan properkens in je beeld komen staan. Veel gemakkelijker. Even over die size dat ik daar zie, want rechtsonder ik zie daar cube staan en die lijn daarboven zie ik ook nog een keer size staan, die nu wel lijkt overeen te komen. Is dat hetzelfde eigenlijk? Ja, ik vind deze eigenlijk, die gebruik ik zelden. Dat gaat eigenlijk gewoon zeggen wat de afmetingen is van je bounding box, dus aanhalingstekens. Maar als je hier nu bijvoorbeeld op je scale die op 0.5 gaat zetten, dan gaat dat alles bijeen duwen. Dat gaat oké zijn, maar als je die gaat gaan uittrekken naar, I don't know, 10 keer zoveel als dat was, dan gaat je merken, een 3D-object is gemaakt uit allemaal kleine polygonen, noemen ze dat. Hè? 3D-vlakjes die allemaal tegen elkaar geschenkt staan, een beetje gelijk als een dobbelsteen, als het ware. Hoe meer dat je die gaat uittrekken, dan gaat dat een invloed hebben op hoe dat je materialen en die dergelijke dingen erop komen. Want in essentie, daar kom ik zelfs even op terug, een materiaal in Dimension is eigenlijk gewoon een JPEG dat je daarop plakt. En als je die dan gaat dwingen om uitgerekt te worden, gaat je materiaal ook gaan uittrekken. Dat kan soms onverwachte dingen geven. Dus vandaar, als je zoiets gelijk als dit nodig hebt, gaat dat niet een kubus pakken, die daar echt een perfecte kubus is gebleven en rekt die dan uit, want dan ga je issues krijgen. Ja. Doet het dan veel liever hiermee. Oké. Eén ding wat een cube ook heeft, en sommige andere objecten ook binnen 3D, is hier een bevel. Een bevel, wat is dat? Afronding. Ik geef dat altijd een heel klein beetje een bevel. Waarom? Zelfs al is het dat je een tafel koopt in een IKEA, dat is nooit perfect recht. Ja. Er zit altijd een klein beetje een afronding op. Punt 1, voilà. Dat gaat het gewoon een klein beetje geloofwaardiger maken en minder af van het klinische, het robottige, om het zo te zeggen. Alright. Dat zijn dus hier eigenlijk gewoon je basic shapes. Voor de slimme kijkers onder ons, die kunnen natuurlijk daar ook zien dat je perfect een tekst kunt gaan importeren. Dus dat kan ook perfect, hè. En dan heb je uiteraard... Ah, voilà, hier. Ik heb er 2 keer op geduwd. Klassiek ook. Kun je hier je tekst inzetten en je lettertype, die dergelijke dingen. Dat kan hier dus allemaal. Die zou je ook een bevel kunnen geven. Ik ga dat nu momenteel niet doen. Maar wat ik wel ga doen, is... Ik ga hier nu gewoon even... Dus de basic shapes heb ik nu uitgelegd. Ik heb daarnet ook al gezegd. Eigenlijk is Dimension gemaakt om heel snelle mock-ups te kunnen gaan maken. En om dat te bewerkstelligen, zo gezegd, dan kun je hier perfect een model van importeren. Je ziet, er zijn er wel redelijk wat... ready-made, die dat je gewoon kunt gaan importeren. En ik ga hier nu bijvoorbeeld een deze gaan importeren. Eén keer op klikken en dan zie je dat dat hier mee in mijn tafel staat. Dat is niet hetgeen wat we willen. Dus om dat te gaan aanpassen, dat er bijvoorbeeld proper op staat of zo, ik zeg nu maar iets, kunnen wij hier die 3 assen gebruiken. Als je die groene pakt, dat is op je i-as.
omhoog. Bij de pijl. Bij de pijl, dan gaat hij alleen maar move. Als je deze hier pakt, gaat hij scalen. Mm-hmm. En als je de groene hier neemt, op, zo, dan gaat je rondom die as gaan roteren. Nu zie je dat niet, omdat dat een cilinder is natuurlijk, maar... Hè, zijn maar zeker. Ja. Is er effectief dingen om te roteren. Bolletjes voor te roteren, vierkantjes voor te scalen. Voilà. Check. En ik denk shift voor in alle richtingen. Ja, klopt. Klopt. Ja. En deze is nu een heel gemakkelijke. Als zo dat klein bolletje helemaal in het midden, dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je gaat kijken waar dat er ergens een collision is, om het zo te zeggen. Dus als je nu deze object zou vastnemen, ik wil dat dat proper op die tafel is, ik zou dat technisch gezien zo kunnen gaan mikken, dat dat erop staat, ik frame even rap, ga ik er rond, maar je ziet dat hier nu al, ja, je ziet er niet pan op. En dat gaat de issues mee krijgen. Dus als je nu deze hier vastneemt, dan kun je die gewoon eigenlijk los op je object gaan zitten. Nu, die doet momenteel wel iets heel raar, om een of andere bizarre reden. Nu, that's all fine, want we gaan dat oplossen. Als we nu hier gewoon bij je rotatie die even allemaal op 0 graden gaan zetten, dan staat die wel te spelen. Okay. Een ander knopje dat je ook ten allen tijde kunt gebruiken, ik ga dat nu eens even hier terug naar boven duwen, is hier een knopje. Move to ground. Dan gaat dat instant op de grond komen. Inderdaad. Als er natuurlijk al een object staat, dan gaat dat daar niet meer rekening houden. Door. Ja. Voilà. Dat zijn knopjes die daar bijvoorbeeld Cinema 4D heel aan bekend mee doen. En daar hebben ze lange tijd op moeten wachten eer dat je dat effectief kon doen. Wat echt retarded was, in my opinion. Maar 3D in Dimension doet dat eigenlijk redelijk basic al gewoon voor u. Nu, ik heb het er net al gezegd, hè, we zijn hier niet gelimiteerd aan enkel en alleen maar deze objecten, want dat zou redelijk rap saai worden. Er zijn nog een paar andere opties om je eigen objecten te kunnen gaan importeren. Wat kun je niet? Je gaat ze niet manueel kunnen maken. Wat wil ik daarmee zeggen? Dimension is eigenlijk de compositor, om het zo te zeggen. Daarin komt alles binnen. Je gaat daarin niet kunnen gaan modelleren. Als je custom modellen wilt hebben, dan ga je dat eigenlijk ten allen tijde moeten aanmaken met bijvoorbeeld Cinema 4D of met Blender. Even heel kort, wat is het verschil tussen Cinema 4D en Blender? Cinema 4D kost wel wat geld, maar die hebben wel een paar extra functionaliteiten, zoals heel goede simulaties en die dergelijke dingen, die dat Blender vroeger niet even goed had. Momenteel is Blender gratis nog altijd, en dat gaat normaal gezien ook zo blijven. En daar kun je eigenlijk ook wel heel veel kanten mee aan. Dus voor de mensen die dat twijfelen tussen Cinema 4D en Blender, want ik ben er zeker van dat dat zelfs een vraag was in een chat, welke moeten kiezen? Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik Blender nemen. Ik heb 3 jaar geleden gekozen voor Cinema 4D. Toen was Cinema 4D een pak beter. Ja. Maar er zijn nog altijd pros en cons tegenover allebei. Ik ben zelf nogal fan van SketchUp, wat dan natuurlijk een heel andere tekenapplicatie is. Heeft meer zowat in de CAD-wereld zijn toepassingen. Maar ik heb bijvoorbeeld heel mijn huis uitgetekend in SketchUp en dan in Dimension kunnen importeren om er materialen op toe te passen en zo wat te testen voor mijn interieur. Dus dat gaat... dat gaat perfect. Zit er inderdaad een zetel in, zo gezegd. En als je nu geen zetel hebt, want ik vermoed een zetel in SketchUp, ga dat niet gemakkelijk zelf kunnen maken. Maken niet, maar... Voilà. Als je zegt van ik wil wel gewoon een 3D-object gaan importeren, kun je dat aankopen op Adobe Stock. Als je naar Adobe Stock gaat en je filtert gewoon op 3D, kun je een OBJ-file gaan downloaden. Wat is dat? Dat is echt gewoon een 3D-objectje. Dat kun je gewoon importeren. Ik heb er nu eentje meegeleverd in de files. Hop. Hier, bij 3D-objects. Die files die kun je ook allemaal, by the way, in de YouTube-stream zelf bij de description downloaden of bij de pinned message aan de rechterkant, denk ik, in de chat. Okay. Dus ik heb hier nu... 2 objectjes. De allereerste is gewoon een standaard t-shirt. Dus ik ga dat nu gewoon eens even gaan importeren. Ik kan dat doen door te slepen erin. Maar wat ik veel liever doe, is even te gaan via hier. File, import, 3D-model. Ik ga dat zelfs uitleggen wat dat hem dan eigenlijk gaat doen. Commando I. Commando I kan ook. Wat dat hem nu gaat doen, nu gaat hem dat importeren op het nulpunt. Okay. 0x, 0y, 0z. Dus dat proper in het midden. Als je dat zou slepen vanuit je Finder of vanuit je Explorer, dan gaat hij dat zetten waar dat je het hebt losgelaten. Okay. En meestal is mijn volgende stap dan, zit dat nu maar terug in het midden. Dus ermee doe ik dat niet. Wat je meestal ook gaat merken, dat is dat OBJ's hebben ook hun eigen afmetingen. Die zijn niet altijd op hetzelfde scale opgemaakt als dat effectief Dimension die gaat interpreteren. Dus als je nu in een deze bijvoorbeeld zou zeggen, eigenlijk dat t-shirt is nu veel te groot tegenover die verpakking zelf,
kun jij die hier wel gewoon even gaan scalen? Ik ga dan nu gewoon eens even, hey, link properties, en ik ga die hier nu zetten op 20% ervan. Hop. Dat is heel klein. Dat is wel heel klein. Hè? Dus die gaan we dan nu even terugzetten op punt 5. Gaat dat beter zijn? Dat gaat beter zijn. En nu doet hem het. Ah nee, nu doet hem het dus. Hij is nog altijd geroteerd. Terug hetzelfde toetsje. Voilà. Is er iets met dat vlak aan de hand of zo? Dat kan dat zijn. Dat komt door het vlak. Dat zou kunnen. Ja, hetgeen wat ik zeg, die gaat eigenlijk softwarematig gaan denken waar dat hem denkt dat hij een boundingbox is. En nu denkt hij precies dat dat vlak eronder geroteerd is. Ik kan eens even erop gaan kijken, maar mijn vlak eronder is niet geroteerd. Vlak. Oké. It happens. Gewoon even naar 0 graden zetten en dan zit je alsnog perfectly safe. Ik heb hier nu een OBE-file geïmporteerd. Deze is een t-shirt die ik heb gehaald uit Cinema 4D. Dat is een object en ik heb daar gewoon op export geduwd als een wavefront OBE. Ik weet eigenlijk niet voor waar die wavefront staat, maar OBE-file. Wat zit er in een OBE-file? Alleen maar je 3D-geometrie. Meestal wordt er nog een ander apart bestandje bijgeleverd, een .mtl. MTL is material. Momenteel gaan we dat hier niet nodig, want ik ga mijn materialen in Dimension zelf gaan toevoegen. En niet vanuit een andere software. Ik ga zelfs een ander voorbeeld laten zien waarbij ik dat wel ga doen. Waarbij ik ze wel ga importeren met de materialen. En is dat gewoon in een iets ander bestandstype. Nu, dat brengt ons eigenlijk naadloos naar het volgende onderwerp. Zijn de materialen toevoegen. Ik pak nu deze t-shirt. Ik ga dat wederom even met mijn letterke F framen. Dus ik vind dat een hele gemakkelijke. En ik ga nu eens filteren op materialen. Nu, materialen hier, als ik die daarop filter, dan gaat hier ook redelijk wat presets kunnen gaan zien. Ik zou niet weten waarom dat nodig is, maar als je hier nu een glazen t-shirt van wilt maken, dan zou dat kunnen. We gaan dat nu niet doen, we gaan een beetje realistischer gaan kijken naar waar een t-shirt van gemaakt zou kunnen zijn. Een leuk stofje. Een leuk stofje. Er is hier ergens eentje. Ik vermoed dat hem hier gaat staan. Ja, weaved fabric. Er is een verschil tussen Adobe Standard natuurlijk, dat zijn de dingen die dat Adobe zelf heeft gemaakt, zogezegd, en die gaan instant toegekend worden. Die zitten er al van helemaal in het begin van Dimension erbij. Nadien kwamen de deze erbij, de Substance Materials. Dat zijn, om het zo te zeggen, parametrische materialen. Dus heb je heel wat meer mogelijkheden. Ik ga er hier nu eens even eentje eruit halen, bijvoorbeeld hier je weaved fabric. En dan ga je hier al zien, je begint al bijna zo'n soort van katoen structuur te krijgen. Als ik deze hier nu ga openen, heb ik hier heel wat opties. Ik kan mijn kleur gaan aanpassen, hier. Als ik nu bijvoorbeeld zeg van ja, dat moet eigenlijk zo meer een, I don't know, een soort van oker, oranje, mosterd worden, kunnen we dat hier aanpassen. En uw roughness gaat ook kunnen doen. Wat gaat uw roughness doen? Eigenlijk gaat dat gewoon zeggen hoe hard dat er iets blinkt, als het ware. Niet per se over hoe... Ja, eigenlijk is het meer over hoe mat dat er iets is. Ik ben nu even aan het uitleggen met die substance materials. Zelfs gaan we hier standaard materialen toepassen en dan gaat dat waarschijnlijk nog duidelijker worden. Nu, dit hier is gewoon eigenlijk dat je weet dat deze de materialen zijn die dat een substance material speciaal maken. Een substance material, dat is misschien ook niet onbelangrijk dat je dat weet. Dat is eigenlijk... Ja, Adobe had nog een paar... klein geld over voordat ze Figma besloten te kopen, of dan toch uiteindelijk niet. En toen heb je eigenlijk een hele asset library van Substance aangekocht. Ja, plus een paar applicaties. Plus een paar applicaties, ja. Klopt, klopt. Dus dat is gewoon maar dat je dat weet waarom het anders noemt. Er staat hier ook ineens een ander logo bij. Onthoud gewoon dat zijn parametrische materiaal waarbij je heel wat meer mogelijkheden hebt om die te gaan fine-tunen. Bijvoorbeeld, je hebt er hier ook eentje van marmer. Kun je dat gaan toepassen en dan gaat er eigenlijk in marmer ga je kunnen zeggen hoeveel van die adertjes dat erin gaan zitten, al die dergelijke dingen. Dus als ik nu hier nogmaals even naar mijn t-shirt ga en ik duw hier op dat klein pijltje, dan gaat je gaan inbreken. En nu gaat je hier een opsomming kunnen zien met de verschillende materialen dat je hebt toegepast. Okay. En dan hier je technische parameters. En deze materiaal, je gaat dat misschien daarnet al hebben gezien, eigenlijk is dat gewoon, ja, dat is maar altijd maar een 3D-object, maar dat wordt nog meer in de diepte gemaakt. Dat gaan ze eigenlijk doen met een normal map. Dat is een heel technisch gegeven. Maar eigenlijk, wat dat doet, is dat pixel-based, zogezegd. Dus met pixels gaat eigenlijk gaan uitdrukken van hoe hard dat u, zullen we zeggen, uw 3D-object naar voren of naar achter, of naar links of naar rechts moet aangepast worden. En dat gaat ervoor zorgen dat dit veel meer 3D geworden.
Nu hoor ik je wel zeggen, zeg maar, maat, deze is wel echt niet schoon. Krijg zo wel een bowling-vibe van je shirt? Ik weet ja, nee, niet per se, maar alles is, ja, het lijkt heel crappy 3D. Visueel, visueel gezien, je schaduwen kloppen niet. Okay. Dus dat gaan we nu ook eens even gaan aanpassen. Hoe dat we dat gaan doen is, als we nu hier gaan filteren op basis van je lights, dan ga je zien dat je heel wat lichte custom voor kunnen gaan toepassen. Ik kan hier gewoon een simpel spotlichtje zo gezegd gaan toepassen, of een vierkant, hè. Kan allemaal. Wat je ook kunt doen is een 3-point light. Ik ga daar nu gewoon eens even op gaan dubbelklikken. En als ik nu hier ga uitzoomen, je gaat ze niet zien staan, maar... Misschien eens even hier in deze. Dus ik ga naar mijn environment. En eigenlijk drie lichten. Dus je hebt een key light, een fill light en een backlight. Dat is eigenlijk hetzelfde gelijk als hoe dat je normaal ziet in interviews met mensen zou gaan doen. Je hebt meestal één spotlight in je gezicht. Een klein beetje gelijk als hier inderdaad. Ik heb, jullie zien dat nu natuurlijk, maar ik heb hier rechts voor me een grote key light. En links hebben we ook nog zwaar extra kleine lampjes staan die dat zo de zwarte kantjes, hè, de harde schaduw in mijn gezicht... Ja. Een beetje gaan weghalen, vriendelijker gaan maken. En ervoor te zorgen dat je niet precies voor een zwarte wand gaat staan. Wat je dan heel vaak gaat doen, is achter u zet je dan ook nog een paar extra verlichting. Zoals dat je bijvoorbeeld hier nu gaat kunnen zien op mijn schouder, die wordt ook een beetje gaan opgelicht. Wat dat zo wat separatie geeft van je voorgrond en je achtergrond. Je gaat dan merken in 3D, je gaat heel vaak zo real life proberen na te gaan bootsen. Vandaar dat deze opties erin zitten. Als ik die nu selecteer, kan ik hier alsnog alles wat meer gaan roteren. Hè. Dus je kunt die plaatsing van die lichten natuurlijk ook volledig gaan aanpassen. De hoogte kan ook perfect. Dus als je echt zo'n slagschaduw redelijk extreem wilt, kun je dat hier doen. Ik ga die momenteel eens even allemaal deleten. Ik heb deze gewoon maar uitgelegd voor het systeem. Waarom? Ik ben iemand die dat redelijk... ik verkies altijd snelheid boven dat het echt super... detailgericht moet zijn. Als ik wegkom met de snelle methode, ga ik altijd die snelle methode pakken. Dat ben ik nu maar. En vandaar, de snelle methode gaat eigenlijk hiermee werken, met een environment plot. Wat is dat eigenlijk? In essentie, dan is dat gewoon een soort van kaastolp die daar rondom uw wereld is. Echt een bol die daar rond staat. En in die bol wordt er eigenlijk gewoon een JPEG-ske gemapt, als het ware. En dat gaat zeggen... in een 360 graden panorama beeld van waar dat je belichting zou staan. Dus als ik nu hier op bijvoorbeeld ga kijken, ik zet nu bijvoorbeeld hier deze in, een studio front key light, en ik dubbelklik hier nu op, waardoor dat dan een environment light is geworden. Ik kan dat alsnog gaan liggen roteren en al die dergelijke dingen, maar als ik nu deze even hier open, dan ga je zien... dat je hier zo gezegd je grote spotlight hebt en hier ook een beetje een diffuse belichting, als het ware. Nu, het is nog altijd lelijk. Die schaduwen zijn nog altijd zo super hard en zo. Ik wil dat veel liever proper uitgeremd zijn. Fix it. Al goed is dat één knopje maar, en dat is hier dan deze. Dat is uw render preview. Als je daar één keer op klikt, dan gaat hij eigenlijk alles zo uitrekenen voor je. Als je computer het trekt, er valt wel iets voor te zeggen om continu het op deze manier te doen en je elke keer te laten renderen. Als je computer het niet trekt, zet dat dan uit, want alles gaat veel vlotter kunnen blijven werken. En nu zie je dan normaal gezien instant al wel dat alles veel beter is geworden. Qua belichting, qua materiaal. Je ziet hier ook al meer dat je de illusie krijgt dat dat echt zo van katoen is gemaakt, die dergelijke dingen. Dat kun je allemaal hier doen. Ik ben iemand die dat meestal... bijvoorbeeld als ik nu dit zou moeten gaan uitlichten, die dan meestal een neutrale environment light gebruikt, zodanig dat ik niet dingen nog extra een gelige tint ga geven. Als ik nu deze hier pak, dat wordt ineens veel warmer, maar ik vind dat persoonlijk een beetje te. Dus vandaar doe ik het meestal neutraler en dan wanneer ik straks ga uitrennen, bijvoorbeeld in Photoshop, dan heb ik alle mogelijkheden om dat zelf te gaan fine-tunen naar de exacte kleurtemperatuur dat ik wil dat mijn beeld wordt. Akkoord? Yes. Zeg of nee? Ik ben heel... Zeg of nee, dat is goed. Environment lights die worden dus hier meegeleverd. 90% van de tijd kom ik hier mee toe. Als ik daar niet mee toe kom, dan ga ik evengoed ook even naar Adobe Stock. En ik heb er nu voor jullie al redelijk wat kunnen downloaden van op Adobe Stock zelf. Je kunt die filteren op free. Ik heb die gewoon even allemaal gedownload en die meegeleverd aan jullie. Dus bijvoorbeeld hier ten deze.
dan zie je dat dat echt gewoon een 360 graden panorama is geworden. Ja. Er zijn sommige applicaties die dat beweren dat ze dat even goed kunnen doen, gelijk als dit. Maar het is niet altijd even goed. Waarom? Je hebt een high dynamic range nodig. Dat gaat ervoor zorgen dat je schaduwen veel beter tot leven komen. Als dit met een gewone camera, met een kleine sensor, zogezegd gefotografeerd is, zou je licht waarschijnlijk helemaal wit zijn geworden. Je verliest eigenlijk al je details. Ja. Hoe dat in deze waarschijnlijk is opgemaakt, dat is echt zo, ja, dat is een speciale camera die je in het midden van je kamer zit en je fotografeert alles gewoon in 360 graden. Ja. Als je die nu wil toevoegen, ja, kun je perfect hier gewoon naar mijn image gaan. Select the file. Hop. Welke heb ik nu weer laten zien? In deze hier. Yes. Om even tijd moeten geven, maar dan gaan we zien dat alles al wel een pakje beter is belicht eigenlijk. Ik kan alsnog hier alles gaan roteren. Hè. Dus dat bijvoorbeeld mijn zon meer aan de voorkant komt. Hè. Remember, die raad hier zo gezegd. En dan gaat al veel meer kunnen spelen wat mee beurt. Je roteert precies die kastel op de rond als het ware. Okay. Ja, basically kun je daar dus gelijk welke afbeelding in gaan gooien en dat zal een effect hebben op je belichting. Ik denk dat je daar wel nog wat gekke dingen mee kunt doen. Maar het moet wel een, hoe moet ik het zeggen, een seamless afbeelding zijn, uiteraard. Want anders dan ga je dat zien. Ja. Dan ga je ineens een lijn krijgen. Ja, want we zien dat ook in de reflecties en dergelijke. Klopt. Reflecties zien we nu hier niet super duidelijk, dus de meegok is even hier gaan framen. Op de deze, hier gaat je dan normaal gezien al wel wat beter zien. Ik ga nu eens even overdrijven. Hè. En een materiaal toepassen van de standaard dingen, metaal, echt. Maak dat echt maar helemaal chroom. En dan ga je inderdaad hier zien dat deze eigenlijk gewoon precies de camera is die dat er rond staat. Zie je dat? Ja. En inderdaad, dat heeft volledig zijn invloed op de reflecties en highlights die dat erin zitten. Nu, daarnet heb ik het even laten zien, die substance materials. Uw standaardmateriaal ga ik toepassen om hier ten deze eigenlijk een beetje te gaan fine-tunen. Nu, mijn flip lid bottle, die komt hieruit, remember, uit mijn standaardmateriaal, die heeft twee objecten. Ja, ik had al gezien dat dat een mapje was. Voilà, dat was inderdaad een mapje, dat kun je altijd even open doen. Uw lid is dan hier dat bovenstukje en uw bottle is dan dat onderstukje. Okay. Pak nu dat ik die allebei plastic wil maken. Dan die. En deze is nu een heel rare plastic. Precies zoals slangenleer, om het zo te zeggen. Dus ik kan hem even naar het superstandaard plastic zetten. En dat is deze. Dan ga ik eens even hierop gaan inzoomen op die verschillende, ik heb dat daarnet ook al gezegd, zo die verschillende maps, JPEG's die dat je erop gaat zetten eigenlijk. Een base color. Dat is hier gewoon een kleurje. Ik kan dat een andere kleur geven. Ik wil nu dat dat datzelfde oker is, bijvoorbeeld. Dan zou dat perfect kunnen. Maar je kunt hier nog heel wat andere dingen gaan toepassen. Je roughness bijvoorbeeld, hè, hoe reflectief dat je materiaal is, als het ware. Dus nu wordt dat een pak matter. Dus je highlighter dat erop zit, die is dus minder hard afgeleid. Metallic, dat gaat eigenlijk gewoon zeggen hoe scherp dat je highlights zijn. Okay. Zie je hier? Dus dat wordt een beetje overgesatureerd. Ja. Uw roughness gaat, ja, ik heb er net gezegd, uw scherpte van uw highlights aanpassen, maar het is eigenlijk meer van de invloed, zo gezegd. Uw metallic die gaat echt die scherpte over gaan satureren. Ik wil dat nu gewoon even niet op metallic houden, dat dat echt puur plastic is, als het ware. Een glow, als ik het wil, kan deze ding licht geven. Dat geeft een doplicht. Ja. Ik zou niet weten waarom dat je dat nodig hebt, want... Voor die een dop makes no sense, maar je kunt daar wel leuke dingen mee doen. Ja, absoluut. Mensen met lichtgevende objecten. Absoluut, absoluut. Ik ga nu nog eens even terug eruit gaan. En die onderkant ga ik los dezelfde workflow nemen. En ik ga daar ook een plastic op toepassen. Ik heb dat nu er net hierop gedropt. Vanaf het moment dat ik mijn groepen zit, ga ik meestal manueel even naar mijn leerpaneel. Dan ben ik zeker dat het niet wordt toegepast op je groepniveau, maar op je objectniveau. Ik ga dat nu hier aanpassen, dat dat een donkerder zwart wordt. Even mijn preview eruit zetten, dat mijn computer begint al een beetje te blazen. Dat is geen slechte computer, maar bon, hè. Je kent het wel. Zo. En ik maak dat een beetje een zwart materiaal. Nu, we zijn natuurlijk nog altijd wel producten aan het verkopen en niet gewoon een random lege verpakking.
de kracht van Adobe Dimension is net het feit dat wij hier ook artwork op gaan kunnen gaan plakken. En dat is een heel groot voordeel. Ik heb voor jullie al wat artwork voorbereid. Dat ga je hier vinden bij je branding. Ik heb die precies al eens openstaan, dus ik ga die eens even gaan op toedoen. Gewoon een illustrator door een fictief merk genaamd Harambe's Blessing, die hot sauces verkoopt. Met een prachtige gorilla. Die gorilla die gaat er waarschijnlijk nog een paar keer zien vandaag. Die gaat nog eens terugkomen. En ik heb hier een paar dingen. Hier gewoon een algemeen groot logo met zo'n slogan. Lijkt mij perfect voor te gaan zetten op een t-shirt. Uw logo algemeen. Uw full logo. En dan nog eens uw backlabel. Laten we nu zeggen dat ik bijvoorbeeld hier ten deze op mijn verpakking wil gaan zetten. Ik ga nu eens even terug gaan naar Dimension. En hetgeen dat de meeste mensen doen die dat Dimension al eens hebben geopend, is die gaan eigenlijk gewoon hier nu bijvoorbeeld gaan kijken naar deze, naar een bottle. Dat is hetgeen waar we je materiaal op willen gaan toekennen. En dan kun je hier Place Graphic Model doen. Okay. Ik ga dat niet zo doen. Het komt redelijk op hetzelfde neer, maar ik ga één ding laten zien waardoor dat eigenlijk uw decal perfect in het midden komt. Dat vind ik een gemakkelijke. Daar vecht ik soms mee. Daar vechten veel mensen dat soms mee. Dat dat schuin staat of gedraaid. Ja. Of, dus als je nu hier naar je camera gaat van boven, je camera view, dan kun je hier je camera zogezegd perfect aan de voorkant zetten. En nu staat hij niet geroteerd. En als ik nu hier op deze ga doen, Place Graphic on Model, en ik ga daar met een illustrator rechtstreeks, ik heb er geen extra PNG's van nodig of wat dan ook, en ik ga die er nu gewoon er gaan inzetten, wat gaat hij er nu proper op staan. Ik kan nu alsnog mijn camera volledig ergens anders gaan zetten en dat staat er proper op. Ik kan dat ding nog groter, kleiner zetten, ik kan dat verplaatsen. Je kunt dat roteren als je dat wilt. Hetgeen dat de meeste mensen gaan voor hebben is wanneer dat je zo lang een beetje geroteerd wordt geïmporteerd. Mm-hmm. Jij waarschijnlijk ook al eens een keer. Ah, wel, als je dat oplost door effectief mijn workflow van je front te gaan gebruiken, ga je dat hier meteen op gaan toepassen. Ik ga het onthouden, Sean. Dat is goed. Hier, onthoud dat ik er straks heb gezegd, dat zijn eigenlijk al je materialen zijn toegepast op je model. Nu is er hier een nieuwe laag bijgekomen, graphic. Scaling gaat hier nog manueel kunnen aanpassen. Je kunt je roughness hier ook aanpassen. Ik ga nu eens even gaan inzoomen en mijn preview opzetten. Zal ik hier mijn roughness, dat bijvoorbeeld nog meer shiny wordt. Het blinkt echt gelijk een bedrukking. Voilà, dus dat zou hier perfect. Nu zit er zo wat meer die een highlight op, terwijl het op je verpakking zelf niet is. Wil jij dat ding echt compleet mat wordt, dan kun je dat ook doen. Dus dat is wederom hier gewoon met je roughness. Die metallic kan hier ook. Hè. En dan krijg je dus al meer zo die drukveredeling, als het ware. Dus dat kun jij perfect doen. Nu, onthoud, ik heb hier nu gewoon een Illustrator artboard gewoon gezet aan je voorkant. Dat label moet aan de achterkant komen. Dus ik heb eigenlijk een tweede materiaal nodig. Dat is dezelfde workflow. Camera, camera view. En dan ga ik hier naar back. En dan ga ik hier wederom om datzelfde icoontje doen. Place Graphic on Model. Ik pak diezelfde Illustrator. En even gaat je uw allereerste artboard nemen. De label weer. That's fine. Okay. Want als ik nu hier met een image open, kan ik hier gaan kijken. Dat was, als ik het goed voor had, artboard 4. En nu staat dat hier gewoon proper erop. Dus deze ga ik precies wel iets kleiner gaan zetten. Niet vergeten shift in te houden, want dan begin je echt lelijke dingen te doen. En dan hebben we hier eigenlijk perfecte verpakking. Deze kunnen verkopen. Daarvoor, wat moest ik eigenlijk gaan doen, is als ik deze zou moeten gaan simuleren, moest ik al hopen dat mijn juiste verpakking ergens op Adobe Stock stond en die dan in Photoshop er gaan inzetten. Als ik dan zoiets heb van, ik wil dat ineens laten zien in verschillende perspectieven, teuten Gerard, dat moest je opnieuw gaan doen in Photoshop. Ja. Dat is het grote voordeel van in 3D met Dimension bijvoorbeeld te gaan werken. Alright. Dus als ik nu hier eruit ga, dan zien we eigenlijk dat we hier al een grotendeels perfecte simulatie hebben. Ik kan hier nu nog een muur achter zitten. Ik kan hier nog extra objecten erbij zetten. Ik kan hier op mijn t-shirt nog eens eentje doen. Ik kan het hier nu eens niet doen met mijn camera trek. Eens zien hoe dat dan het wederom fout gaat doen. Spannend. Spannend. Soms draait het met fatsoenlijks. Nu gaan we dat nu zien dat het wel fatsoenlijk gaat draaien. Is dat een proper in ieder? Nee, denk ik. Een bit dus, to the left. Een bit to the left. Wij kunnen dus allemaal aanpassen. Nu, dit is wel die kleur.
valt volledig weg met je t-shirt natuurlijk. Daar nog dat andere logo ook. Hè. Ik had de andere logo ook, ja, absoluut. Maar die nu eens even ook mee in het zwart gaan zitten. En dan heb je eigenlijk al een compleet t-shirt dat je kunt gaan ronddraaien. En again, zit hier de muur achter, maakt hier een soort van scène dat hij echt op zijn eigen tafel gaat staan. En dan ga je al redelijk ver kunnen geraken. Ja, ook voor die materiaal heb je nog wel wat keuze op Adobe Stock. Dat je kunt gaan afhalen. Klopt. Mijn Adobe Stock abonnement, één credit, één materiaal zitten. Niet allemaal. Sommige zijn duurder. Ja, ja. Okay. Nog niet tegengekomen. Ja, dan moet je mij oppassen dat je die koopt. Ja. Die zijn inderdaad soms wel wat duurder. Maar inderdaad, Adobe Stock heeft er redelijk wat opties. Ja. Nu, wat je ook altijd kunt doen, dat is, er zijn eigenlijk gratis materialen dat je ook kunt downloaden en gratis van die environment lights, die HDR-images die er rond staan. Ja. Dat kun je ook downloaden. Ik ga er twee resources voor meegeven. Wat? Eentje is Polyhaven. Wat is daar heel interessant aan? Dat is Public Asset Library. Dat wil zeggen Creative Commons. Jij mag dat verkopen. Jij mag dat in commercieel werk toepassen. Geen enkel probleem. Als ik nu hier ga kijken naar mijn assets, kan ik hier HDRI's, dus mijn environment light zogezegd, kan ik hierop gaan toevoegen. Ik heb hier ook nog textures. Niet allemaal gaan zien van werk, want sommige maken gebruik van zo'n net wat ingewikkeldere JPEGs op de achtergrond. Okay. Dus die gebruik ik hier minder in Dimension. Modellen stonden hier ook een paar tussen. Dus die kunnen ook soms zijn, I don't know, ik heb hier deze nodig of... Effectief hier zo van stenen en zo. Dan zouden we dat kunnen gebruiken. Ik gebruik het zelf niet zo vaak. Meestal gebruik ik hier de HDRI's van. Hetzelfde met deze, Ambient CG. Dat is eveneens gewoon volledig public domain. Dus alles wat je hierop kan vinden, kun je gewoon perfect voor commerciële doeleinden gebruiken. Polyhaven en Ambient CG. Klopt, klopt. Eén ding wat ik ook nog eens even wil laten zien. Ik heb hier nu één verpakking. Ik wil nu, ik ga nu eens even terug framen, ik wil nu gewoon dat er hier een paar van die verpakkingen naast elkaar gaan staan. Ik zou die gewoon kunnen gaan dupliceren, die groepen. Mm-hmm. Maar het nadeel is dan, als ik één van die, als ik bijvoorbeeld, I don't know, mijn achtergrond hier, dus van mijn verpakking zelf, die mag een iets donkerder zwart zijn of zo bijvoorbeeld, en ik moet die aanpassen, moeten we dat op allemaal gaan aanpassen. Oké, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ja. Dus vandaar werk ik veel liever met zo'n systeem, gelijk als in Photoshop, van Smart Objects, één aanpassen, de rest komt mee. Dat gaat hier perfect ook in. Ik selecteer deze gewoon. Ik doe Ctrl-C of Appeltje C. Maakt niet veel uit. Ik kan het hier nu gewoon even doen met Apple, met Edit, Copy. En als ik nu hier terug ga naar Edit en dan Paste as Instance, dan gaan we dat eigenlijk krijgen. Appeltje, Shift-V. Oké. En dan heb je hier gewoon een kopie op kijk dezelfde plaats. Als ik die nu hier naar links gaan verplaatsen en ik ga nu gewoon Shift-Command-V nog eens. En dan gaat hij hier nog eens, kan ik hier achter gaan zitten, hè? Je ziet prachtig, ik kan in deze, dat kopieke een beetje gaan roteren. Dan die ga ik ook een beetje roteren, dat mijn achterkant van mijn label ook wat beter zichtbaar is. Hè? En als ik nu één van die dingen ga pakken, en ik ga hier nu bijvoorbeeld hier mijn lid, als ik het goed voor heb. Ik verander dat nu van kleur, want hè, dan deze was niet spicy enough. Ik geef die een beetje meer gesatureerde color. We gaan zien dat die bij alle drie is aangepast. Dat is een heel groot voordeel natuurlijk. Cool. Nog één objectje dat ik nog niet heb laten zien. Ik ga dat alsnog wel eens even laten zien. Appeltje I. Bij je 3D-object heb ik er nog een andere bij gezet. Dat is gewoon een kom die dat ik heb opgemaakt in Cinema 4D. Met noedels erin, wat kip, wat lente A. Het is een hele vette method. Ik ga dat nu gewoon eens gaan importeren. Nu, er is één belangrijk ding dat je daarmee moet beseffen. Dat een GLTF-bestandje is. Dus dat is eigenlijk een soort van mengelmoes tussen een OBJ-file en een MTL-bestandje. Remember, OBJ is gewoon uw geometrie. Alles in elkaar. En een MTL is uw materiaal. Deze is gewoon in één file dat ineens alles heeft. Ik kan dat nu eens importeren. Zo. Dat ding wordt gigantisch. Spannend. Ik had misschien beter wel even... Maar nu gaat hem dat proberen toe te voegen en instant ook al gaan uitrenderen. Maar je ziet, prachtig. Het is pittig groot. Dat is oké, want dat kunnen we aanpassen. Ik ga deze hier nu eens even naar punt 1 zetten. Punt 01. Oh, niet.
0-1. Vriend. Ik kan toch nog typen, hè? 0-1-5. Pakt hij dan niet misschien? Normaal moet hem dat wel pakken. 0.05. En dan rond hem alsnog gewoon af. Oké, okay, weird. Kun ik eens proberen hier met je size? Dan doet hij het wel. Je zit precies twee keer aan het scalen, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Ik kan dan nu zitten hier op, zullen we zeggen, 20 centimeter. Hop. Nu heb ik hier gewoon een kommetje noedels. Nu, die soep die dat erin zit, die is niet fantastisch. Mm. Dat komt omwille van het feit dat ik in Cinema Verde met Redshift er een custom materiaal voor heb gemaakt. En die snapt hem niet. Dat mensje, daar zitten te geavanceerde materialen in. Dat snapt hem niet. Dus ik ga hier nu gewoon terug even gaan inzoomen op mijn soep. En die soep die geef ik hier bijvoorbeeld de preset van olijfolie. Het is geen olijfolie, maar mijn kleur gaat al grotendeels beter passen. Een bouillonske erbij. Een bouillonske. En die begint er al grotendeels op te trekken. Nu, bijvoorbeeld voor die kip hier, die dat erin zit, wat zit er eigenlijk in? Chicken, wederom in een schrijffout. Dat is hier ineens een kookprogramma. Dat is inderdaad ineens een kookprogramma. Voilà. Dus uw materiaal, ja, dat is echt letterlijk gewoon een foto van een kipje dat ik op Adobe Stock heb gekocht. En ik heb er gewoon een stukje van die huid, die gebakken huid, erop gelegd. Mm-hmm. En dat wordt nu gewoon volledig rondom die objecten hier gerapt. Hetzelfde met die lente aan. Spring onion. Soms switch ik tussen Engels en Nederlands in hetzelfde document. Dat gebeurt. De jeugd doet dat ook. Hè. Voilà, voilà. Zo is dat. Nu, één ding wat ik zeker en vast niet mag vergeten. Ik moet wel zien een klein beetje op mijn tijd. Ik heb er straks een klein beetje gelogen wel. Want ik heb er straks gezegd van, ja, je kunt eigenlijk perfect... Allee, je kunt eigenlijk nooit een object gaan importeren en zelf gaan aanmaken binnen Adobe. Dat gaat wel. Oké. Okay. En hoe dat wel werkt, dat is... als ik hier nu even terug ga naar mijn illustrator. Deze. Ik zou nu graag dat deze wat een neonbordje wordt dat ik tegen de muur kan maken. Oké. Vorig jaar, denk ik, was die nieuwe update gekomen van die nieuwe 3D en materials. Klopt. Dat kun je gebruiken om een OBE-file te maken van die objecten. Ik ga dat nu gewoon eens even doen. Window, op. Waar staat hem hier? 3D en materials. En... Eerst naar effect. Hm? Naar effect. Naar effect? Om 3D toe te passen. Via het menu effect. Ik doe dat altijd via het menu effect eigenlijk, om 3D op te starten. Hier? Nee, het menu effect. Ah, ja. Oh, zo doe je dat. Ja. Ah ja, nee, anders ga ik inderdaad alleen maar mijn properties paneel openen. Mm-hmm. Ik heb dan nog niet 3D gemaakt. Je hebt gelijk. Als het zo is, mag het ook gezegd worden. Hè. Mm-hmm. Als ik nu hier mijn extrusion depth ga aanpassen, momenteel is dat zwart, dus ik zie twee keer niks. Ik ga dat nu gewoon even in kleur aanpassen. Ik heb hier ook al wat mee zitten experimenteren in Illustrator. Je kunt er wat mee. Ik heb heel mooie grafische voorbeelden al gezien, ook van wat ze met 3D doen in Illustrator. Maar de grote valkuil vind ik hier dat elk object in zijn eigen 3D-ruimte lijkt te leven. Dus het is, je kunt niet zoals in Dimensions scènes gaan bouwen. Ja, ja, snap ik. Die hadden geen rekening met elkaar, schaduwen vallen niet op, op andere objecten bijvoorbeeld. Dus, En dat is bij mij persoonlijk een beetje wat mij altijd heeft tegengehouden om fatsoenlijk te werken in Illustrator met 3D. Inderdaad. Ja. Maar je kunt nu dus wel eigenlijk de best of both worlds gaan toepassen. Voilà. Ik heb hier nu wel gezien dat ik deze niet heb uitgeknipt, dus ik ga die even gaan undoen. Hop, hop, hop. Ja, voilà, dat was het, hè. Is even de bovenste, je oranje, even copy-pasten, zo gezegd. Ik pak mijn standaard shape builder, want ik wil eigenlijk alleen maar, zo gezegd, je stroken aan de buitenkant hebben. Oké. Okay. Akkoord? Ja, akkoord. Nu paste ik opnieuw dat oranje ervoor. En als ik nu bijvoorbeeld die oranje hier neem en ik ga hier effectief via Effect 3D Materials Extrude and Bevel, dan ga ik dat hier dikte kunnen gaan geven. Geeft aan dikte van hoeveel dat je ook wilt.
Ik weet eigenlijk niet, dit is in millimeter, maar dat gaat ook rare dingen geven in Illustrator. Mm-hmm. In Dimension. Dus ik hou het meestal gewoon op deze manier. Ja. 200. Hetgeen wat ik er straks had, hier kun je ook funky dingen mee doen, dat ik zo nooit echt begrijp waarom dat je dat zou willen doen. Maar, hè. If it's your vibe, it's your vibe. Hè. Als je artsy-fartsy wordt, voilà. Dan kun je dat doen. Dus. Een bevel, hetgeen wat ik er straks heb gezegd, niks is perfect recht. Dus geef dat een kleine bevel. En dan ga je hier, ik kan eens even een klein beetje gaan inzoomen. Zo. Kun jij breed van een bevel, hè? Dus wat dat je radius is, zo gezegd, van je afrondeling, kun je een beetje doen. En ook hoe aan de andere kant wat je radius is, dus je height hier. Ik kan dat nu gewoon toepassen dat je een heel klein beetje wordt afgerond. Niet te neig, gewoon een klein beetje. Maar deze is nu een object, een 3D-object geworden. Dat kunnen we perfect gaan exporteren. Hoe doen we dat? Ja. Oftewel kun je hier een knopje export 3D-object doen. Okay. Wat ik meestal doe, is ik ga via de asset export die daar hier staat. En die kan ik nu er gewoon aan instrepen. Ik ga nu gewoon eerst even hier die zwarte ook al een extrusion gaan geven. Zit ik op mijn zwarte? Ja, ik zit op mijn zwarte. Effect 3D materials mats. Deze gaat even visueel gezien een beetje een rare zin, maar dit is oké. Los doorkijken. Gewoon los doorkijken. De andere was 200 mm, als ik het goed voor had. Zullen we nu zeggen dat in deze, wat willen we dat onze... Beetje meer. Beetje meer is. Ja. Dus dat er een oranje tekst daarin staat. Ja. Dat is goed. 250. Ja. Zo. Ik geef dat ook een kleine bevel. Hop. Round. Ik weet nu niet meer van buiten hoeveel ik hem hier heb afgerond, maar het concept is hetzelfde. Voilà, good enough. Ik selecteer die twee objecten nu, ze zijn allebei 3D-objecten. En je kunt hier op dat knopje Generate Multiple Assets from the Selection duwen. Ja. En die heeft nu hier die assets genoemd Main Letters en Outline Letters. Okay. Dat verwijst gewoon naar de layers, hoe dat ik die groepjes heb gemaakt. Akkoord? Layers benoemen. Layers benoemen helpen. Anders stond er allemaal zo'n 3D, 1, 3D, 2. Daar zijn we eigenlijk niet veel mee. Exact. Export. Ah, dus je moet daar van onder zeggen OBJ. Ja, klopt. Ja. Dat is eentje die dat ze... Ja, een half jaar geleden, denk ik, is dat. Maar niemand heeft het er ooit gecommuniceerd. En dat was eigenlijk puur by chance dat ik ineens deze objectje tegenkwam. Ja. En ik dacht van, holy shit. Ja. My world was rocky in that. Ook nog een groot voordeel van die asset export, die twee elementen dat daar nu in staan, die zijn eigenlijk gekoppeld aan het artwork op je artboard. Dus als je daar nog aanpassingen gaat gaan doen, dan gaat dat naar de asset export paneel en je moet gewoon een keer opnieuw exporteren. Van klopt. Daaruit. Toen zei dat je die hier al terug uit hebt gehad. Ja. Dan is je link verbroken. Ja, makes sense natuurlijk, maar dat kan soms een beetje ene zijn die dat je in doog moet houden. Ja. Selecteert die hier, hap. Ja. Export staat hier op een OBE. Bats, clean desktop. Zo, zijn we al zeker. Voilà, dat is klaar. Dan kijk ik eens even gaan kijken naar mijn Finder. Wop. Mapje genaamd OBE. Mm-hmm. MTL'kes. Ja. Niet nodig, want we hebben er geen materiaal aan toegevoegd. Die willen we in Dimension toevoegen. Gewoon hier die twee. Die MTL'kes mogen zelfs verwijderen. Dat gaat niemand een probleem geven. Dan kijk ik nu eens even terug naar Dimension. Hop. Ik zet hier mijn preview uit. Dat ik niet hetzelfde doe gelijk als daarnet. Even inderdaad Command-I. Zo. Clean desktop. Zo. En ik importeer die even allebei. Die gaan weer gigantisch groot zijn. En ik ga die nu nog niet op een andere positie gaan zetten. Waarom? Als ik nu met een tweede ga importeren, dan staan die proper op dezelfde positie. Ja. Heb ik nu daarnet een outline? Ja. Daarnet heb ik de main, nu heb ik een outline. En nu kan ik die allebei even gaan selecteren. Allee, op, zo. Even groeperen, appels gegeven. Okay. Je kunt dat ding hernoemen. Hè? Ja. Neon bijvoorbeeld. Doen. Voilà, altijd doen. En nu kun je die groep ook in zijn geheel gaan scalen natuurlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld hier, punt 1, bats. Het is volledig kwijt, maar dat is fijn. Zo. Dat is nu een beetje klein. 3. Pak nu dat zoiets gaat zijn. Nice. Zo. En vanaf nu is het playtime, hè? In Dimension. Kunnen wij hier gewoon bijvoorbeeld... Materiaal. Die een outline bijvoorbeeld, die mag nu bijvoorbeeld een soort van zwart zijn. En mijn main letters ga ik hier glowing maken. Lichtgevend, ja. Als
ik die nu ga uitrenden, dan zie je dat hij een binnenkant, zo gezegd, is ontgloeien. Hangt er nu effectief een muur erachter, zo gezegd. En dan ga je eigenlijk gewoon alles kunnen gaan fine-tunen wat je wilt. Ja, nu dat dat ding meer erin ligt, kan dat ook allemaal. Hè. Ja. Kun je die kleur nog aanpassen, al die dergelijke dingen. Je krijgt ook zo wat mooi licht van achter erop. Precies. Ja, dat is omwille van het feit dat hij nu eruit komt. Het steekt eruit. Ja. Oké, cool. Dus, hè, redelijk plezant. Eén ding dat ik nu nog niet heb uitgelegd, is hier camera bookmarks. Mm-hmm. Dat is een heel interessante. Pluske. En dan is dit gewoon bijvoorbeeld ons neon. Ja. Als ik nu hier opnieuw ga navigeren... Dus dan wordt die view opgeslaan. Klopt. En je kunt daar gemakkelijk naar terug. Klopt. Via de bookmarks. Zo. Yes. Plus, en dit is dan full of zo. Whatever. Oké. Okay. Als je nu hier tussen gaat en tussen de die, gaat die richting die bookmarks gaan. Ja. Is dat eerst klaar? Dan ga je gewoon hier op render duwen. Eens dat je hier op render hebt geduwd, kun je kiezen welke views. Hè? Zullen we nu zeggen allebei of alleen maar de current view? En daar zien we die bookmarks ook klopt, terug. Klopt, dat zijn die bookmarks, de camera bookmarks. En je kunt exporteren op kwaliteit low, medium of high. Ik pak eigenlijk altijd medium. Mm-hmm. Ik zie het verschil niet echt tussen medium en high. Okay. Op een computer moet je al dubbel zo lang over nadenken. Medium, kom er mee toe. En hij kiest altijd wat dat snelste is. Voilà, ja. PSD'ken. Ik vind dat een heel interessante. Waarom? Ja, dat is goed. Waarom pak ik altijd een PSD-ke? Omwille van het feit dat wanneer je dit gaat uitrenderen, kan je nu eens mijn Photoshop openen. Dit is nu eentje die ik dan heb voorbereid voor vandaag. Hè? Een andere file die ik jullie ook meegeef, dus die kun je gerust ook altijd even gaan innavigeren. Ja. Dan zijn er hier een paar additional layers die dat je heel gemakkelijk kunt gaan toepassen. De material selection. Als je nu gaat naar select color range, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, alles van die materialen, bijvoorbeeld van dat mat zwart, dan moest eigenlijk een blauwe tint krijgen. Ja. Zwiert er een hue saturation op, je gebruikt die selectie als een masker erop. Okay. En dan gaan dingen manueel veel beter kunnen gaan krijgen. Ja, dan kun je gewoon met een toverstaf of zo. Klopt. Dat dus je kunt selecteren op material die, selection of object selection, kan ook. Okay. En er is ook een depth pass dat je kunt gebruiken. Okay. Persoonlijk gebruik ik die niet super vaak, want ik gebruik die heel soms wel binnenin After Effects, maar niet binnenin Photoshop. Mm-hmm. Ik vind de camera lens blur dat er hierin zit niet even goed als die van After Effects. Mm. Maar dat is even iets anders. Mm-hmm. Yes. Dat brengt ons nu sowieso al bij het einde van onze sessie. Dan hebben we ook nog even tijd voor een beetje Q&A. Ik weet niet of dat er prangende, dringende vragen zijn binnengekomen. Ik zie niet onmiddellijk. Ik zie hier in de Q&A chat dat het ofwel heel duidelijk was. Ik denk dat jij dat super duidelijk hebt uitgelegd. Oké, dat is goed. Ja. Had jij nog vragen? Nee. Nee? Geen vragen. Zullen je beter voor meer dimension te gebruiken? Ja. Zeker wel. Oké. Eigenlijk ik werk er nu al een tijd mee. Ik vind dat een heel leuke applicatie om in te werken. Gewoon omdat het zo toegankelijk is, natuurlijk. Oké. Okay. Ik heb daar al heel wat leuke dingen in kunnen designen. Ook gewoon voor scènes te bouwen. En het is een goede opstap voor te starten met 3D. Als je er nog nooit in gewerkt hebt, is dat een goed opstapje om zo het proces te leren kennen. Klopt. Dat is echt het allergrootste voordeel van Dimension. Het is echt gewoon 3D voor dummies. En als je een beetje bang bent van 3D om ermee te beginnen, begint gewoon eens keer met Dimension. Mm-hmm. En als je gebeten bent door al die verschillende dingen, zeker en vast, kunnen erin meer doorgroeien. Ja. Als je zoiets hebt van, ik wil echt volledig mijn eigen 3D-objecten gaan maken, kiezen naar Blender of naar Cinema 4D. Ja. Cinema 4D hebben we momenteel nog geen opleidingen voor. Wat we wel hebben, is we hebben een opleiding voor volledig Blender. Mm-hmm. Dat is, als ik het goed voor heb, een redelijk intensief trajectje van 3 dagen. Ja. Dat is pittig, maar dat gaat nog wel. Ja. Dus dat kun je zeker en vast wel toepassen. En dan gaat eigenlijk een beetje... uw eigen materialen, uw eigen objecten kunnen gaan maken om dan te gaan simuleren. Ja, om te weten wat je daarvoor nodig hebt, kun je straks de sessie van onze spreker Stijn meevolgen. Die zal alles een keer uitleggen what it takes to be a 3D designer. Dus, absoluut. All right. Dan geven jullie nu hoeveel tijd nog? Om aan het begin te volgen? Binnen 5 minuutjes, dacht ik, hè? Voilà. Ja. All right. Dus dan gaan we de Chris hier ook al klaarstomen voor de volgende sessie. Ik ben er eventjes van en tussen. Ik blijf gewoon zitten. Cool.
Goed, tot binnen 5 minuutjes iedereen. Pak de koffietje. Bye bye.